Nou, Robert, tof dat ik hier mag zijn in Rotterdam. Jij bent de auteur van dit boek, Delen doe je zo. Samen met Martien heb je die geschreven. De deeleconomie in de praktijk. Over de praktijk gesproken, waar zijn we nu eigenlijk? We zijn nu in het buurtatelier. Ik woon hier twee deuren verderop. En het buurtatelier is een soort buurthuis opgezet door mensen in de straat. En hier wordt van alles en nog wat gedeeld. Dus ik werk hier, dus er worden werkplekken gedeeld. Maar er worden hier ook yogalessen gegeven. Hieronder een verdieping beneden is er een kinderatelier. Daar geeft een vrouw nou ja, allerlei leuke knutselcursussen aan kinderen. Als je een borrel hebt of soms als er feestjes zijn, kun je die hier ook houden als je niet te veel geluidsoverlast maakt. Er zijn ook vergaderingen, soms ook van de lokale overheid, van gemeentes of deelgemeentes die hier worden gehouden. Voorlichting wordt hier gehouden. We hebben hier Halloweenfeesten. Dus ja, je kan wel zeggen van het wordt heel erg veel gebruik van gemaakt en ook op een hele goede manier. En ook heel veel van wat hier staat is gedeeld. We zitten nu op dit was mijn oude bank, dus die staat nu hier. En ja, ze zijn eigenlijk heel, heel veel mooie kleine voorbeelden al van wat hier in de straat wat je kan delen met zo'n buurthuis. En jullie hebben voor jullie boek hebben jullie 1,5 jaar lang echt gewoon heel actief gebruik gemaakt van de deeleconomie. Waar komen jullie ideeën, maar ook jullie passie om dat te gaan onderzoeken vandaan? Ja, dat moet ik eigenlijk teruggaan naar 2007. 2007 gingen we, dus bijna 10 jaar geleden, wilden we graag een maand naar het buitenland. En we wisten niet zo goed waarheen. Maakte eigenlijk niet zoveel uit. We wilden graag naar een stad. Dus we wilden eerst naar Londen, maar dat bleek schreeuwend duur te zijn om wat dan ook te regelen. Toen hebben we naar Parijs gekeken, Barcelona, Madrid, Rome, maar dat lukte ook allemaal niet. Het was allemaal heel, heel lastig om dat te organiseren. We hadden toen nog een huurhuis, we konden niet een huizenruil doen. En uiteindelijk kwamen we erachter dat er een blaadje was in Berlijn, een Engelstalig blad, dat bemiddelde tussen mensen die op vakantie gingen voor langere tijd en hun huis aan wilden bieden en mensen die dus een tijdje in Berlijn wilden wonen. Ex-Berliner heet dat. En daar kwamen we in contact met een vrouw in Kreuzberg die naar India ging, ik geloof 2 maanden lang. En wij konden dan in die tijd in haar huis. En dat was allemaal nog heel spannend en ja, de foto's waren allemaal heel vaag en een keer gebeld en dacht van ja, het zal wel goed zijn, geld overgemaakt en daarheen gegaan. En dat beviel ontzettend goed. Het was veel leuker dan, nou ja, zoals iedereen nu al weet, via Airbnb bijvoorbeeld of via andere platforms. Het is veel leuker om op die manier in een andere stad te vertoeven dan in een hotel. Dus dat beviel heel erg goed. Dus we deden al een hele tijd eigenlijk aan de deeleconomie. Zonder dat we dat zelf als zodanig noemden of dat we dat eigenlijk wisten, zou je kunnen zeggen. Toen werd ik 3 jaar geleden werd ik gevraagd door het tijdschrift Genoeg om een column te gaan schrijven over deelinitiatieven. Toen woonden wij net in dit huis. Of ja, nou ja, 2 deuren verderop in deze straat. En toen merkten we al dat er heel veel gedeeld werd hier in de buurt. Heel veel mensen waren een huis aan het opknappen. Dus ja, al heel makkelijk werd gereedschap gedeeld, werden grasmaaiers gedeeld en ga zo maar door. En tegelijkertijd kwamen er allemaal prachtige deelplatformen op. Peerby is daar een goed voorbeeld van, 2012, als ik me niet vergis. Nou ja, zo zijn er meer van dat soort voorbeelden die opkwamen. En bij Genoeg dachten ze van daar moeten we wat mee. Wie houdt zich eigenlijk bezig met deelplatformen? Toen kwamen ze bij mij uit. En toen, want zij merkten ook dat er mensen waren die een beetje koudwatervrees hadden. Van nou, klinkt allemaal leuk, die deeleconomie, maar iets uitlenen of iets lenen van iemand is ook een beetje gek. Hoe doe je dat nou? Dus toen is die column begonnen met een hele praktische insteek. Van wat kom je tegen als je meedoet aan die deeleconomie? Dus als je bij thuis afgehaald, als ik bij jou wat eten kom afhalen, wat gebeurt er dan? Waar moet je om denken? Waar moet je op letten? Hè, hoe hygiënisch ben jij bijvoorbeeld ook? Dat is ook een vraag die dan speelt. En ook hoe lekker kun je koken en hoe, nou ja, hoe bevalt dat? Dus heel erg vanuit de gebruiker gedacht. En nou ja, die column hebben we vanaf 2013 gedaan. En toen op een gegeven moment kwam er een uitgever die zei van zouden jullie niet nog meer de verdiepingen willen gaan? Niet alleen een column, maar een heel boek. En dan heel praktisch, eigenlijk het verlengen van die column, je helemaal onderdompelen in die deeleconomie en 1,5 jaar lang van alles en nog wat delen en nou ja, beschrijven hoe dat is. En heel veel gebruikers interviewen en nou ja, kijken wat eruit voortkomt. En dat was eigenlijk het begin van delen doe je zo, de deeleconomie in de praktijk. Oké, tof. Maar wat je zegt is, we begonnen er al heel erg vroeg mee toen het woord in ieder geval nog niet werd gebruikt of in ieder geval niet algemeen bekend was. Ja.
uiteindelijk is deze natuurlijk in ieder geval natuurlijk ook helemaal niet nieuw. Hè? In ieder geval, nee, absoluut dat niet. Dat doen we al nou ja, sinds mensheugenis. Ja. Je beschrijft nu het proces van eigenlijk dat het een beetje houtje-touwtje begon van toevallig een magazine ergens tegengekomen, naar diegene bellen, eigenlijk nul zekerheid, maar het toch doen. Ja. Tot nu ook de groei naar de meer commerciële platformen, of in ieder geval de meer grotere platformen die het ook weer meer schaalbaar maken. Ja. Hoe heb jij zelf die transitie van eigenlijk die opkomst van die platformdeeleconomie zelf ervaren? En wat vind je ervan? Nou, wat je zegt is heel terecht. De deeleconomie is eigenlijk helemaal niet nieuw. De term misschien, en dat we nu allemaal veel gebruiken. Er is een vrouw waar ik vrij veel contact mee heb op Twitter. Die zei ook van, ik was een hippie vroeger en als hippie deelden we ook van alles. Alleen toen noemden we het nog helemaal geen deeleconomie. En ik vind het leuk om te zien dat nu weer terugkomt. En we beschrijven ook de geschiedenis in het boek. Waarin we heel duidelijk aangeven, hè, dat er heel veel periodes zijn geweest in de geschiedenis. Waarin heel veel werd gedeeld. Mm. En op een gegeven moment zijn we dat een beetje verloren. Of ja, zijn we delen veel minder gaan doen. Zijn we het ook echt daadwerkelijk minder gaan doen? Ja, het is. Ik denk het zeker wel. Er zijn heel veel dingen die daarop wijzen. Na de Tweede Wereldoorlog is er natuurlijk een enorme welvaartsgroei gekomen. En er zijn ook heel veel. Er is een soort ideaal gekomen van bezit. En ik vind dat je dat nog best wel merkt in de generatie van onze ouders. Dat bijvoorbeeld een auto hebben, dat heel belangrijk is. Wij hebben een hele tijd geen auto gehad. We hebben ook de hele tijd, toen op een gegeven moment de Green Wheels opkwam, hè, zijn we daar ook meteen gebruik van gaan maken. Want we dachten, we willen wel een auto, maar alleen af en toe. We hoeven niet, ik gebruik mijn auto nu ook één keer in de week of zo. Dat is best wel zonde, maar omdat we kinderen hebben, was dat toch handiger. En Green Wheels, dat werkte voor ons niet helemaal. Maar goed. Ja, maar ik heb nu ook een auto waar je gewoon alle zooi in kunt dumpen en weggaan wanneer je wilt. Ja, nou ja, de kinderwagen paste niet goed in de trein. En nou ja, dat soort dingen, daar hadden we allemaal helemaal niet zo aan gedacht. Maar we kwamen op een verjaardagsfeestje van Martine, haar ouders. En dat is alweer een paar jaar geleden. En toen zeiden ze, hoe zijn jullie hier gekomen? Vroeg een oma. Dus, nou ja, met de trein. En toen zei hij, oh, oké, okay. En is de auto kapot? En Martine, nee, we hebben geen auto. Oh, ja, als het verder maar goed met je gaat, hè? Als het verder maar goed met je, als je maar gezond bent. Dus het was een soort statussymbool, net alsof wij heel arm waren en het heel slecht met ons ging. Dus ik heb het idee dat voor veel mensen, helemaal niet voor iedereen, maar voor veel mensen van die generatie, merken wij wel dat door die welvaartsgroei ook dat bezit heel, heel belangrijk was. Dus een auto bijvoorbeeld als statussymbool en ook andere dingen dat je niet heel actief aan delen deed. En ik denk dat nu heel anders is. En internet is daar natuurlijk ongelooflijk belangrijk in geweest. Als je merkt wat er dan sinds 2007 en nu is gebeurd. 2007 had je ook al internet uiteraard, maar waren er veel minder mogelijkheden. Als je nu een om nog even bij die woning te blijven, als je nu in het buitenland wil vertoeven, kun je Airbnb gebruiken, maar ook guest-to-guest of night swapping of nee, noem ze allemaal maar op. Je hebt zo ontzettend veel mogelijkheden. En je kan ook nog steeds huizenruil doen, wat natuurlijk ook al die tijd populair is geweest. Dus het internet heeft het veel makkelijker gemaakt om contact met mensen te leggen. Aan de andere kant van de wereld, maar ook in je eigen straat. Bij onze straat hebben we een Facebook deelgroep, of eigenlijk gewoon een Facebook groep. Maar er wordt ook ontzettend veel gedeeld. En dat, ja, je merkt dat perfect werkt. Ja. Laatst moest iemand een wat was het? Een bronzen plaat bewerken. En die had daar een speciaal iets voor nodig. En dat blijkt dus serieus iemand de straat verderop te hebben. Je hebt meer met z'n allen dan dat je alleen hebt. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar gewoon wel nu een nut van inzien. En ook hoe makkelijk je alles kan delen. En hoe makkelijk je afspraken kan maken. En, ja, we waren in januari, zijn we een maand op Sicilië geweest in Italië. En dat hebben we via Airbnb geregeld. En dat was perfect. Dat was heel veel makkelijker nu dan toen we die maand naar Berlijn gingen in 2007. Ja. Dus ik denk dat we een en dan heb ik het eigenlijk voornamelijk tot nu toe alleen nog maar over de grote initiatieven gehad. Je hebt zo ontzettend veel kleine initiatieven ook. En mooie voorbeelden en... Ja, je merkt dat er nu zo'n grote diversiteit is aan deelinitiatieven, wat het ook heel spannend maakt. Want ik weet niet of er voor allemaal ruimte is, of het allemaal gaat werken. Maar ja, je zou bijna zeggen, voor iedereen kan wat met die deeleconomie doen. Ja, klopt. Aan de aanbod van de tools ligt het sowieso niet. Nee, precies. Ik denk het ook uiteindelijk. Ik vind heel vaak ook deeleconomie de opkomst, ook met de opkomst van crowdfunding. Ja. Crowdfunding is ongeveer twee jaar eerder eigenlijk daarin.
En daar zie je ook dat nu het aantal platformen echt steeds meer blijft groeien. Het is maar iets van 120 platformen voor crowdfunding in Nederland. Nou, misschien dat er 2 of 3 winst maken en misschien max 10 uiteindelijk over kunnen blijven. Want ja. ook natuurlijk de kosten die van voor het opzetten natuurlijk en het continueren ook behoorlijk zijn. En daar zie je ook wel verschillende strategieën en aanpakken bij die crowdfunding ook, toch? Je hebt de hele grote, maar je hebt ook wel wat meer idealistische en ja. Ja, wat echt ja. puur voor de zakelijke markt. Ja. Dat vind ik ook wel, die diversiteit die zie je ook heel erg in de deeleconomie. Toch? Want heel veel mensen denken eerst alleen maar, deeleconomie en dan noem je Airbnb bijvoorbeeld. Of voor mensen die er niks van af weten. En noem je een paar van die dingen. En dan kennen ze het wel. Maar dan ga je vervolgens uitleggen wat er allemaal wel niet is. En dat is bij crowdfunding net zo. Mm-hmm. Dat is zo'n diversiteit. Dat vind ik heel erg interessant. Ja, en als je dan kijkt, hè, wat je hebt natuurlijk heel erg ook vanuit gebruikers gekeken. Ja. Ik kijk hier ook heel vaak richting deze ontwikkelingen ook meer vanuit een breder perspectief. Waarbij ik ook voor de overheid en ook inderdaad heel erg het businessverhaal meeneem. Want ik ook ja, juist kijk, jongens, hoe kan je ervoor zorgen dat het ook op lange termijn blijft werken. Ja. Terug even gaan naar crowdfunding, hè, dan weet je het ook. Hè, ja, er zijn heel veel verschillende soorten platformen, maar juist degenen die een niche ingaan en niet zozeer echt een massa kunnen creëren, die hebben het uiteindelijk ook vaak het moeilijkst om ook uiteindelijk op lange termijn te overleven. Want ja, als bijvoorbeeld een marge per transactie pakken, maar er zijn maar weinig transacties, dan moeten ze of enorm creatief zijn met de boekhouding, in ieder geval niet van schommelen, maar hè, gewoon slim op de kosten letten, of ze moeten inderdaad ook stappen maken naar andere landen. Ja. Bijvoorbeeld voor de kunst is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Hè. Die verdienen hun geld door de marge op transactie, maar ook door cursussen te geven en hun kennis te delen. En op die manier, samen met gewoon een heel erg efficiënt team, kunnen zij bestaan. Wat ook echt gewoon een hele mooie prestatie is. Ja, absoluut. Hoe zie je dat uiteindelijk ook binnen die deelplatform? Want wat ik wel merk is dat heel veel deelplatformen de neiging hebben om gewoon heel veel ambitie te hebben en groter en groter worden. Deels vast ook een stuk financieel gedreven, maar ook deels voor lange termijn gedreven. Hoe denk je het eigenlijk dat op lange termijn die grote diversiteit van die platformen kan blijven bestaan? En zeker ook voor de kleine platformen die misschien minder kansrijk zijn om ook hun eigen broek op te houden. Nou ja, ik denk dat daarbij de vraag is van hoe succesvol wil je zijn en hoeveel winst wil je maken? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag hierin. Dus wil zo'n organisatie heel erg groot worden en wil zo'n directeur heel erg veel verdienen, speelt daarbij ook een rol. Mm-hmm. En ik denk dat ik weet niet of dat onderbelicht is, maar ik denk dat wel een belangrijke vraag is die je zelf kunt stellen. Hè? Van hoe. Ik weet ook niet of alles. Moet je nou meteen een deelplatform wat nu goed werkt op kleine schaal? Waarom zou je dat niet kunnen houden? Als dat bijvoorbeeld betekent dat die oprichter daarvan het dan maar voor de helft van de tijd kan doen. Of niet volledig kan doen. Moet hij meteen een team van 6 mensen hebben? Mm-hmm. Dus ik weet niet of altijd maar alles groot, of dat altijd maar het allerbeste is. Ja. Dat impliceert een beetje wat jij zegt. Ja. En ik vraag mij hardop af of dat wel zo is. Ja. Ja. Aan de andere wat je zegt van, hè, hoeveel wil je in ieder geval, wat ik het noem, een belegde boterham of een echte belegde boterham. Ja. Maar ik denk dat het ook in heel veel gevallen ook het puur is van het überhaupt kunnen smeren van die boterham. Met heel veel initiatieven vanuit of een eenmalige crowdfunding campagne of vanuit bijvoorbeeld een stukje subsidie zijn opgezet. Ja. Dat is geen lange termijn model. Maar voor de kunsten noem je bijvoorbeeld als heel mooi voorbeeld van mensen die. En dat zou ongetwijfeld met heel veel potjes en dat zou helemaal niet makkelijk gaan. Maar die zijn wel creatief. Ze staan er voor de creatieve sector, dus dat is mooi. En ik denk dat deelplatformen daar ook naar moeten kijken. Ja, weet je, ik ben zelf nooit een deelplatform gestart. Ik heb die ambitie ook helemaal niet. Wij kijken heel erg vanuit die gebruikers. Er zit ook geschiedenis in het boek en ook toekomst van waar gaat het naartoe. Mm-hmm. Ik denk wel dat het heel belangrijk is. Kijk, wat nu in opkomst is, zijn die parkeerplatforms. Hè? Dat weet je natuurlijk ook. Een parkeerprobleem. Je bent nu met het openbaar vervoer hier gekomen. En nu is het niet zo'n punt. Hiervoor zie ik al wat parkeerplekken vrijstaan. Maar 's avonds moet je hier komen, dan rij je rondjes en dan is er maar zoeken. En in Amsterdam is dat nog veel erger. Als je meer naar het centrum van Rotterdam gaat, krijg je dat ook. Mm-hmm. Veel steden hebben daar problemen mee. Er zijn nu allerlei initiatieven waarin je eigenlijk wordt geholpen, waarin je een parkeerplek kan verhuren of dat bij iemand anders kan huren of dat op een slimme manier kan regelen. Maar er zijn nu meerdere van dat soort initiatieven. Ik weet niet of daar allemaal ruimte voor is. Dus dan is het de vraag,
vanuit de gebruiker gezien zou ik dan zeggen, wie biedt de beste service? Hè? Wat werkt dan het beste? En dan zal er misschien ruimte zijn voor 1 of 2 en niet voor 5 of 6. Ja, hoe die toekomst er precies van de deeleconomie uit gaat zien, ik heb geen glazen bol. Ik merk echt dat er heel veel mensen zijn die er van alles en nog wat over zeggen. Wij zeggen er ook wat over in ons boek. Maar ik merk wel dat er een spanningsveld is tussen de gebruiksvriendelijkheid van sommige deelplatforms, die in het begin heel laagdrempelig, heel toegankelijk zijn, heel gebruiksvriendelijk. En dan later opeens moet er een businessmodel komen. Ik vraag me af of dat een slimme strategie is. Vanuit de gebruiker wordt daar vaak de dupe van. Dus in het begin is alles prachtig, heb je heel veel mogelijkheden, kun je heel veel delen, kun je heel makkelijk alles delen, is het gratis. En dan op een gegeven moment denkt zo'n deelplatform, oh, we moeten ook nog geld verdienen. En dan meestal is de gebruiker dan de dupe. Mm-hmm. En dat is wel, vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. En dat beschrijven we ook in ons boek. Van dat is ook in het hoofdstuk over de toekomst. Dat is een risico van, mm-hmm. Wat deelplatforms nemen. En dat is eigenlijk heel erg jammer voor de gebruikers. Ja. En voor de deeleconomie in zijn algemeenheid. Ja, maar uiteindelijk als je kijkt, hè, lange termijn. Uiteindelijk de kosten om een eigen platform te starten worden steeds lager. Je hebt, ik weet niet of je ShareTribe kent, zit in Finland. Die bieden een open source marktplaats software aan. Waarbij je zonder enige kennis van programmeren binnen een half uur gewoon heel erg makkelijk je eigen deelplatform kunt starten. Ja. En het enige wat je betaalt is de hostingkosten. Oftewel, voor een paar tientje per maand kun je bijvoorbeeld in de buurt al zo'n platform hebben runnen. Ja. En wat je ook zei, uiteindelijk is ook de focus op de gebruikers. Gebruikers zijn natuurlijk vraag en aanbod. Dat is ook het mooie vind ik van een marktplaats. Je hebt verschillende gebruikers, maar ook verschillende belangen hebt. Wat ook natuurlijk wel de nodige spanningen met zich meebrengt. Ja. Maar uiteindelijk zijn het ook natuurlijk de gebruikers die bepalen van op een gegeven moment, dankjewel dat je eerst gratis was, nu ga je betaalde features doen en nu past het niet meer bij mij, want nu is de dienstverlening niet meer zoals ik had gewild. Ja. Oftewel, weet je wat, er komt wat anders. Er is iemand anders die misschien met een heel ander model in het gat springt. Ja, ik denk dat zeker gebeurt. En ik denk dat je ook, ik zit ook nog even te denken over die niches waar je het eerder over had. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind van Airbnb, natuurlijk ontzettend groot. En dat is zo'n, ken je Mr., volgens mij heet het Mr. B&B. Er waren twee jongens die wilden samen een huis in Spanje, een appartement. En die werden toen geweigerd, omdat ze werd gevraagd van, gaan jullie samen in een bed slapen? Nou, dat was toch absoluut niet de bedoeling. En die zijn dat toen begonnen. Ik denk niet dat die jongens dat zijn begonnen om daar heel veel geld mee te verdienen. Mm-hmm. Maar meer omdat zij denken van, weet je, deze mogelijkheid moet er ook zijn. Ja. En als zij dat vanuit een business hadden bedacht, dan was het waarschijnlijk nooit begonnen. Dus als je hun initiatief ziet vanuit geld verdienen en dat het aan werkgelegenheid, mm-hmm. voor werkgelegenheid moet zorgen, dan is dat niet zo. Dus die deeleconomie is meer dan alleen maar geld verdienen. Dat bedoel ik een beetje aan te geven. Ja. Ik snap dat een rol speelt bij allerlei initiatieven, maar er zijn ook initiatieven waarbij dat veel minder een rol speelt. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat zij het er gewoon naast zijn. Of dat je denkt van, hé, dat is er nog niet. En dan bijvoorbeeld met het Finse initiatief zelf iets opzet. Ja. Waar je niet meteen misschien helemaal geen belegde boterham mee hoeft te hebben. Of misschien een heel klein beetje. Ja. Of het groeit dan wel verder uit. Ja, dat is allemaal. Ja, dat is misschien ook het interessante eraan. Je hebt al die verschillende mogelijkheden. Ja, nee, dat is sowieso. Maar ik geloof er wel in dat de meeste initiatieven, wat ik altijd roep is, innovatie wordt geboren vanuit frustratie. Ik helemaal met je eens. Ja. En verwondering van of staat iemand zegt, dit is weer slecht, ja. Of van waarom is het er niet? Ja. Wat ik wel merk is vooral die eerste generatie ondernemers, die zijn sowieso heel erg echt gewoon visie gedreven. Vinden ons oké, want dit willen we oplossen. Bijvoorbeeld Danae Ringelmann, de founder van Indiegogo. Haar ouders die waren dus ondernemers, konden nooit groeien omdat ze geen toegang hadden tot kapitaal. Ja. Dat frustreerde haar en nu heeft ze een groot crowdfunding platform gebouwd, een van de grootste ter wereld, om uiteindelijk iedereen toegang te geven tot kapitaal, om hetgeen te funden wat voor hun belangrijk is, ongeacht wat het is. Ja. En ik verwacht juist dat die tweede generatie ondernemers die erin komen, oftewel die de komende 2-3 jaar gaan starten, dat die
in ieder geval de voorbeelden die je verwacht heeft, maar dit is gewoon serieus geld. Ja. En dan misschien met andere motivatie, redenen. Maar dat zou ook wel logisch zijn. Hè? Want je moet er eerst aan wennen. Het is nieuw van wat is dit precies. Dus je zal misschien in het begin ook nog niet een enorme groep hebben. Je moet eerst die bekendheid verwerven. En dan merk je van, hey, er slaan dingen aan. Dit werkt. En dan krijg je natuurlijk meer de gehaaide types die erop inspringen. Ja. Dus dat... ik denk dat daar inderdaad zeker een kern van waarheid in zit. Ja, en dat, en ik vind zelf ook, die verwondering vind ik ook wel mooi. Ik heb laatst Arnoud van Shipit geïnterviewd voor Trouw. En hij zei ook van, hij moest een pakketje hebben uit Bergen op Zoom. En hij zat zelf geloof ik toen in Breda of Dordrecht. Nou ja, in ieder geval, een collega van hem die bleek in Bergen op Zoom te zitten, zat hij koffie mee te drinken. En toen dacht hij, ja, dat pakketje is nu onderweg door een koerier. Dat had mijn collega ook wel even mee kunnen nemen. Hey, wacht eens even. Zou dat niet veel vaker voorkomen? En zo ontstaat een idee om een soort, hè, ze noemen dat een carpool platform eigenlijk voor spullen. Ja. En dat vind ik heel erg interessant. Van, ja. je komt eigenlijk zelf iets tegen, je loopt ergens tegenaan. En dan denk je, waarom is dat er nog niet? Nou ja, en dan zet je zoiets op. Ja. En ik denk dat de deeleconomie zich daar heel erg goed voor leent. Want dat, ja. dat veel mensen zoiets hebben. En dan, nou ja, dan heb je mensen nodig die dat dan vervolgens ook doorzetten. En daar daadwerkelijk wat mee doen. Ja, nou, absoluut. Ik denk ook als je kijkt naar jullie boek. Je hebt eigenlijk verschillende natuurlijk soorten type platformen. Ja. Zeker ook als je kijkt naar van oké, hoe kan iets lokaal blijven. En ook misschien met meer ideële grondslag. En wat heeft gewoon geld nodig om te groeien. En... waar je ook keuze moet maken, waar je op veel vlakken iets van kunt vinden. Ik denk juist als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld zo'n liftplatform voor mensen of voor spullen, maar ook van Airbnb, dan moet je een bepaalde schaal hebben, want het gaat echt tussen plaatsen. Terwijl natuurlijk de lokale initiatieven, bijvoorbeeld hier in de buurt, dat gebeurt binnen de buurt. En dat is het leuke in ieder geval als een platform groot is van de wereld, maar uiteindelijk... De transacties gebeuren lokaal. Precies, ja. Jullie hebben ook in jullie boek ook heel veel van die hele toffe lokale initiatieven hebben jullie ook gesproken. Ja. Noem eens één of twee. Nou, ik vind het super tof. Ik vind Zorgvrijstaat Rotterdam-West vind ik ontzettend goed. We zitten hier in Rotterdam-West en... Kijk, de zorgdelen is natuurlijk een heel moeilijk punt. Hoe doe je dat precies? En... er zijn meerdere initiatieven en ik vind dat Zorgvrijstaat Rotterdam-West dat echt heel slim heeft aangepakt. Zij hebben gezegd van we kunnen een platform op internet aanbieden, maar dat bestaat ook al, maar dat bereiken mensen elkaar dan wel echt. Gaan mensen wel echt om hulp vragen? Dus bijvoorbeeld jij breekt je been en je woont alleen. Ja, hoe komen er dan boodschappen? En jouw familie woont een heel stuk verder weg. Het blijkt dan nog steeds voor mensen heel moeilijk te zijn om hulp te vragen, terwijl je wel hulp nodig hebt. Nou, dus wat zij hebben gedaan is, we kiezen dus niet zozeer voor een platform, maar we kijken naar netwerken in de stad. We zitten hier in het buurtatelier. In het buurtatelier is ook eigenlijk een netwerk. Er zijn allerlei mensen die hier komen, die in en uit lopen, die allerlei initiatieven hebben. En die weten wel een beetje van, oh, maar die gaat het niet zo goed. Of die heeft net zijn been gebroken. Of nee, ga zo maar door. En dat hebben ze ingezet. Dus heb je ook bijvoorbeeld hele actieve groepen. Wat meer Surinaamse mensen of Kaapverdiaanse mensen. En ook heel veel van die netwerken overlappen elkaar weer. Dus dat is ook, dat is daar heel, ik vind hun aanpak wat dat betreft dus heel erg mooi. Dus zij zoeken naar welke mensen... spelen daar nou een belangrijke rol in en hoe kunnen we die vervolgens helpen? Ja. Dus je hebt hier, in het buurtatelier heb je van die aanschuifmaaltijden, waarbij je bijvoorbeeld als je wat minder geld hebt of als je wat eenzamer bent, hoef je niet te zeggen ik ben eenzaam, maar dan kun je gewoon gezellig naar zo'n aanschuifmaaltijd komen. En dan komen ook een heleboel mensen die helemaal niet eenzaam zijn, maar het is heel laagdrempelig. Het is gewoon een hele gezellige boel waarbij je... waarbij je heel makkelijk ergens heen kan. Nou, wat ze verder nog doen is, ze hebben een rollatorspreekuur, waar je met je rollator naartoe kan. Een wandbeugel kunnen ze heel makkelijk installeren. Als een zorgverzekeraar dat moet doen, dan kost dat veel geld. Dan moet iemand voorkomen rijden, iemand moet dat installeren. Terwijl jij en ik, nou ja, ik schat jou in dat jij wel een beetje handig bent met een boer en de schroeven draaien. Wij hebben dat zo in een kwartiertje ergens aan een muur bevestigd. En wij willen dat ook best doen. Dat kost ons bijna geen tijd. Het kost ons überhaupt geen geld, want die mensen betalen gewoon de materiaalkosten. En je helpt iemand.
ik vind dat een heel mooi initiatief van wat hier gebeurt. En je zegt heel terecht van dat blijft lokaal. Tegelijkertijd zou je dit ook heel goed in een wijk in Utrecht kunnen doen. Mm-hmm. Alleen dan heb je daar wel weer lokale mensen nodig. Ja. Kun je van elkaar leren. En, ja. Ja. Nou, dat is een mooi op een gegeven moment New Girl Flow van Sherbel zei het een keer heel mooi. Uiteindelijk, je kunt impact hebben door schaal. Ja. Dat zal nu groter worden. Of impact hebben door repliceerbaarheid. Ja. En ik denk dat dit een goed voorbeeld is van jongens. Ja, hoe kun je dit relatief repliceren in verschillende buurten. Zonder dat je daarachter een organisatie hoeft te bouwen. Die echt enorm groot is. Die moet groeien. Ja. En daardoor misschien ook sommige idealen los kan laten. Maar hier zit je natuurlijk. Je zei het net ook al. We hadden het net over financiering. Hier zit je wel echt met een financieringsprobleem. Dus hoe ga je dit nou opzetten? Gaan zorgverzekeraars hier voor een deel voor betalen? Omdat zij minder kosten hebben, omdat ze zo'n relator niet helemaal hoeven te vervangen, maar iemand dat wel even wil maken, betaalt de lokale overheid die rekening? Is er een potje voor mensen die helemaal geen geld hebben en dat ze dan toch... Dat wordt een ingewikkeld vraagstuk. Ja. Dan vat ik dat je ook wel iets vindt van het basisinkomen. Ja, dat vind ik een hele lastige kwestie, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben daar niet zonder meer voor, ik ben er ook niet zonder meer tegen. Nee, ja. Heel neutraal. Ja, ik ben daar echt heel neutraal in. Dat komt ook omdat ik het idee heb dat het heel veel mensen verdeelt. Dus je hebt een hele grote groep die ergens tegen is en je hebt een groep die daarvoor is. Ik zie het zelf nog niet zo in de praktijk, maar ik ben meer aan het denken, hoe kun je ervoor zorgen, want nu is heel vaak... een beperking inderdaad de financiële middelen. Kijk, want als wij bij die oma muurbeugel aan de muur vastmaken, hè, dat kunnen we, dat doen we met alle liefde, dat kunnen we ook heel erg goed. Maar uiteindelijk kunnen we dat niet in ieder geval 10 per week doen. Omdat we ook uiteindelijk ook de zorg hebben om uiteindelijk, hè, we hebben alle twee kinderen, alle twee een koophuis, om in ieder geval ervoor te zorgen dat eigenlijk onze levensstandaard die we graag aan willen houden, dat we die ook kunnen bekostigen. Ja. Dus dat is ook een beperking. Zoals was een mooi stuk ook in de correspondent, dat uiteindelijk arme mensen domme keuzes maken. Omdat ook in je achterhoofd het nodig hebben van het geld en de zorg om het te kunnen verdienen, ook jezelf gewoon heel beperkt in je creativiteit en überhaupt gewoon in je zijn. Ja. Dus daarom ook vroeg van het basis. Ik vind het een interessante in ieder geval gedachte. Mm-hmm. Absoluut. Maar of het de oplossing is, ja, geen idee. Nou, ik heb ook wel eens, een jaar geleden, Bernard Lita een keer geïnterviewd. Hij is heel erg bezig met alternatief geld en van het regiogeld, wat in Duitsland behoorlijk populair is. En hij noemde toen als voorbeeld van, zou je niet met regiogeld, zou je dan niet je belasting op die manier kunnen regelen? Dat je mensen eigenlijk een bepaald aantal uren geeft van wat ze aan werk in de wijk moeten doen. Dus dat kan bijvoorbeeld de wijk schoonmaken, zijn tuintje schoffelen, ook voor elkaar zorgen, elkaar helpen, iemand ergens naartoe brengen. En misschien ook wel gemeentegebouwen onderhouden. Nee, ga zo maar door. Er zijn allerlei mensen die er helemaal geen tijd voor hebben. Hè. Je noemt het al, van wij hebben gewoon allebei een drukke baan. We hebben twee kinderen. En dan kun je dat afkopen. En je koopt het dan, je betaalt dan dus eigenlijk de mensen die vervolgens die klusjes wel doen en die werkloos zijn. En daardoor dan moet je niet denken aan alleen maar vervelende klusjes, maar het kunnen ook wat hogere en wat belangrijkere klussen zijn. Maar dan krijg je dat meer in balans. En de een zegt van, nou, ik wil juist wel hierbij helpen en juist niet daarbij. Ook daarbij zie ik nog allerlei beren op de weg. En zie ik, maar dat vind ik ook wel een interessante gedachte. Ja. Je hebt een soort, ook daar heb je een soort balans waar je begint. En dan kan dat allerlei kanten op. En dan krijg je dus niet meer een afhankelijkheid van een uitkering bijvoorbeeld. Maar dan werk je ervoor. Ik kan voorstellen dat mensen juist weer veel trotser worden. Hangt het wel heel erg vanaf wat voor werk het is. Ja. Maar dat vind ik wel een hele interessante gedachte. Ja, want daarmee geeft mensen ook gewoon meer. Leg je ook meer de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, waardoor ze minder zich afhankelijk ook gaan opstellen. Ja, nou ja, ik vind het met zorgdelen vind ik het sowieso interessant, want je denkt dan al vaak aan oudere mensen, hè, al snel, en dat is absoluut een belangrijke groep. Maar ik ben bijvoorbeeld vorig jaar ben ik van de trap gevallen en ik was de tafel aan het dekken en we moesten van de keuken naar de eetkamer. En ik, of naar de eetkamertafel, zo groot wonen we helemaal niet. Ik donderde van de trap af met twee treetjes, maar ik viel helemaal verkeerd. Ik had de kaas en de salami in mijn hand en dat lag helemaal verspreid over de grond. En ik dacht eerst van, nou, dit is helemaal niet goed. Het deed pijn. Maar ik kon alles nog bewegen, dus ik denk, ga maar. Ik ben daarna gewoon weer aan het werk gegaan.
Maar ik merkte van het begint te veel pijn te doen. Ik werd helemaal duizelig. De dokter gebeld. Ik naar de dokter. En de dokter zei, je moet onmiddellijk naar het ziekenhuis. Nou, toen kwam ik bij het ziekenhuis. En toen bleek dat ze daar dachten dat mijn rug gebroken was. Dus behoorlijk ernstig. Toen gingen ze met een CT prikken in mijn been prikken. En toen had ik geen gevoel meer in mijn benen. Dus dat was, het was behoorlijk schrikken. Alleen het bleek dat de bloeduitstorting zo groot was in mijn onderrug dat de zenuwen werden afgekneld. En dat ik daarom ging. Dus het allerbeste wat je in die situatie maar kan hebben. Maar ik ben wel een maand of twee, kon ik heel weinig. Veel op bed liggen, rustig lopen. Nou ja, mijn tweede zoon was net geboren. Die kon ik niet vasthouden. Dus er kwam heel veel werk. Ik kon geen boodschappen doen, want die kon ik überhaupt niet tillen. Dus er kwam heel veel werk op de schouders van mijn vrouw. Dus die had het heel erg druk. En nou, je weet hoe het is met jonge kinderen. Helemaal als ze net een paar maanden oud zijn en je hebt nog een ouder kind ook. Dat is gewoon ontzettend druk. Het is weinig slapen. Het is heel veel doen. Vervolgens heb je je werk nog. En mijn vrouw had dus eigenlijk gewoon drie jongens die ze moest verzorgen. Nou, en op zo'n moment zou je met zo'n zorgvrijstaat Rotterdam-West of met We Helpen bijvoorbeeld, zou je wel degelijk de hulp in kunnen roepen van mensen. Wij op een gegeven moment zaten wij er zo doorheen. En toen zeiden de buren van, goh, zullen wij gewoon eens wat boodschappen meenemen? Mm. Ja, en dat klinkt nu heel stom, maar dat kwam toen echt als een geschenk uit de hemel. Weet je wel, dat jullie even wat mee moeten nemen. Terwijl mijn buurman dacht, joh, ik ga toch naar de Albert Heijn, neem ik even wat mee. Wat maakt dat nou uit? Ja. En je merkt dat dat heel erg speelt. Ook als je kijkt bij We Helpen, hè, zo'n internetplatform, dat ze daar ook heel erg kijken naar. Heel veel mensen willen graag helpen, maar er zijn veel minder mensen die om hulp vragen. Ja. Want dat doen we niet zo. En helemaal in Nederland is dat toch een beetje gek. Ja. Dus als je eenzaam bent, zeg je ook niet van ik ben eenzaam. Maar je kan wel zeggen, ik ben gek op scrabbelen. En dan kan iemand anders denken van, oh, dat vind ik ook leuk. En dan bestrijd je het op die manier. Bestrijd je op die manier de eenzaamheid en help je elkaar. Ja. Maar in jouw geval kon je zeggen van, ik heb een hele kleine boodschap doen en iemand vindt het leuk. Dus dat was nog wel van, Erin. Nee, ja, een heleboel mensen zeiden ook achteraf, goh, waarom heb je niet gewoon even gezegd? Ja. En ik merk dat ik er zelf nu heel erg op let. Mijn zwager en zus waren allebei goed ziek een paar weken geleden. En dat je dan meteen zegt van, joh, ik kom wel even langs. Ja. En ik kom even wat boodschappen doen en jullie dochter kan wel even gezellig bij ons logeren. Want dat vinden we zo leuk, weet je wel? Dat je draait het gewoon een beetje. Ja, dus die platformen zorgen er ook voor dat je uiteindelijk de handicap die we hebben als terug Nederlanders van jongens, hè, wij durven niet om hulp te vragen. Ja. Dat die het op een slimme manier aanpakken. En vervolgens zorg je ervoor dat jij dan denkt van ja, fuck, dit is eigenlijk gewoon heel erg logisch. En daarna jouw mindshift is van oké. De volgende keer, dan ga ik daar even beter over nadenken. Ja, en ik hoop echt dat ons boek daar ook een beetje een klein steentje toe bijdraagt. Want je heel veel mensen denken zo'n platform, oké, dat faciliteert alleen maar. Hè? Dat houdt zo'n website in de lucht en dat brengt mensen met elkaar in contact. Maar het doet dus nog heel veel meer. Er zit daar echt goede kennis van hoe mensen met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld bij zoiets als zorgdelen. Bij We Helpen hebben ze ook een hele mooie agenda, overzichten en groepen waarin je met elkaar kan helpen. En niet alleen, kijk, als mijn ouders wat zouden hebben, dan hebben mijn zus en ik elkaar natuurlijk zo gevonden. Maar stel je voor dat mijn zus heel ver weg in het buitenland woont. En ik val weer van de trap, hè, zul je net zien. En ik kan mijn ouders niet helpen of ik kan er niet bij. Dan is het heel handig als er ook een buurman in zo'n groep komt. Of een goede vriend die daar in de buurt woont. Ja. En dan, via We Helpen heb je ook allerlei tools om met elkaar in gesprek te blijven. Om samen een agenda te beheren, zodat je dat allemaal kan aangeven. Ja. En dan zie je heel overzichtelijk, oh, dan en dan moet iemand wat doen. Of dan moet bijvoorbeeld mijn moeder naar de dokter, als dat ooit al zo zou gaan. Ja. En dat is echt heel waardevol. Wat ik jammer is dat de overheid hier nog eigenlijk niet echt een visie op heeft. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, ze denken na over impact en regulering, maar uiteindelijk... Ja. Op een gegeven moment heeft Wim Lex een keer geroepen, hè, de participatiemaatschappij. Nou, dat is een beetje hetzelfde als het nieuwe werk. Oftewel, we flikken over de schutting en zoeken het maar uit. Precies. het is gewoon cretologie, we roepen wat. Terwijl het in basis echt iets heel tofs kan zijn. Ja. Alleen, ja, daar moet je wel een visie op hebben en over nadenken. Op wat manier denk je ook dat want heel veel dingen die je nu vermeldt, zijn dingen waar je ook zou kunnen denken, jongens, maar op zich, hey, van nu wordt het opgepakt door private partijen. Soms succesvol, soms niet succesvol, maar uiteindelijk is iedereen ook een beetje aan het zoeken van, goh, wat werkt en wat niet. Ja. Ik denk nog vaak na over, ja, hoe kan je bijvoorbeeld als overheid een betere overheid zijn door gebruik te maken van dit soort nieuwe ontwikkelingen?
Heb je daar voorbeelden van? Ja, ik denk dat de overheid het vooral niet zelf moet gaan doen. Dat klinkt heel sceptisch. IT niet heel erg. Nee, ik denk dat er juist in de buurt dus al hele goede dingen leven. En dat je heel erg, dat is heel erg afhankelijk, wat jij zelf ook al heel terecht zei eerder, van het is heel afhankelijk van wat je zoekt. Zoiets als zorg zou je heel goed lokaal kunnen regelen. Daar hebben we nu een paar voorbeelden van genoemd. Ik denk dat de overheid daar, en ook de lokale overheid, als jij meer sociale cohesie wil in je straat. Rotterdam, zijn er heel lang problemen geweest met dat buren elkaar niet kenden. Wij woonden eerst 6 straten verderop. Nou, daar kenden we een paar mensen in de straat. En verder viel dat eigenlijk een beetje weg. Je merkt dat dit buurtatelier er bijvoorbeeld al voor zorgt dat je elkaar veel makkelijker kan vinden. Dan krijg je ook nog initiatieven als Zorgvrijstaat Rotterdam-West. Nou, zo zijn er nog een paar. Je hebt de leeszaal hier ook. De bibliotheek ging de dependances sluiten. Een heleboel dependances. En toen zijn gewoon buurtbewoners zijn een leeszaal begonnen. Nou, een briljant idee. Mensen kwamen daar boeken brengen. Die hebben nu een geweldige collectie. En ook een plek waar anderen weer werken, een ontmoetingsplek waar lezingen worden gehouden. Het is allemaal heel, heel actief en het werkt geweldig. En het komt gewoon puur vanuit de buurt op. Ja. Nou, dan moet je denken van, zo'n leeszaal West ook, van het komt vanuit de buurt op. Oké, het werkt. Maar daarbij kun je ook weer voorstellen dat ze op een gegeven moment financieringsproblemen krijgen. Of ze die hebben, weet ik helemaal niet hoor. Maar dan zou je kunnen denken als lokale overheid van, hey, dit vinden we zo belangrijk. Ja. En dit is zo opgezet en het zijn nog steeds vrijwilligers die het doen, maar we kunnen daar wel bij springen. Ja. En bij Zorgvrijstaat Rotterdam-West zou dat bijvoorbeeld ook kunnen. En meer van de, dus ik ben er heel erg voor dat er een potje met geld is. Net zoals dat we dat bijvoorbeeld hebben voor de publieke omroepen. Waarin we zeggen van, het moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mm-hmm. En daar zal ongetwijfeld ook weer gesteggel en gedoe over komen. Maar goed, je moet nou eenmaal blijven iets. Nederlanders, hè? Ja. We blijven altijd, zeker als het met geld te maken heeft. Ja, ja. Maar ik zou er heel erg voor zijn als er gewoon een goed budget komt. En dat kan vanuit de gemeente zijn, dat kan vanuit Den Haag zijn. Dat maakt verder niet zoveel uit. Dat hangt er denk ik ook een beetje vanaf hoe je als gemeente wil profileren, wat er leeft. Maar ik denk dat er heel veel, zo'n leeszaal West, dat voor zo'n belangrijke sociale cohesie zorgt, dat valt niet echt in geld uit te drukken. Ja. Maar het woonplezier gaat ja, het woonplezier wordt gewoon heel veel beter. Deze wijk is zo verschrikkelijk verbeterd. En niet alleen maar door leeszaal West, maar ook door dit buurtatelier en door een heleboel andere dingen. Ja. Maar het draagt er allemaal toe bij. Als de overheid hier de straat gewoon laat verslonden en er zit hier allemaal gaten in het weg, dan ga je er ook heen. Dus ik vind het niet zo gek als we dat sociale, en dat kan bij een aantal initiatieven niet genoeg worden benadrukt, dat daar ook wat tegenover zou staan. Ja. En ik merk dat ze daarmee worstelen, ook wel gesproken met lokale overheden en zo, dat je merkt dat is moeilijk, want hoe dan precies? En ze weten soms zelf ook niet helemaal wat de deeleconomie is. Mm-hmm. Dan willen ze er wel wat mee, maar hoe moet dat dan? Ja. Het is iets nieuws. Ja. En je merkt wel dat er heel veel, dat ze wel graag willen, dus dat ze heel geïnteresseerd zijn en ook echt wel ermee aan de slag willen gaan, maar hoe precies? Nou ja, dat is ook de vraag die jij nu stelt. Daar worstelen zij ook heel erg mee. Ja. En ik denk de deelplatforms ook wel een beetje. Van hoe afhankelijk worden we dan van een overheid? Wat gaan zij dan bepalen? Ja. Of willen ze dat wel? Hoe leggen we dat vast? Dat zijn hele belangrijke vraagstukken. Ja, dat is mooi. In België heb je Autopia. Die is van een lokale tupperwareclubjes organiseert om autoleden te faciliteren. Ja. En die organisatie daarboven, in ieder geval die hebben nu ook autoledennet ook gestart. Dat is echt een prachtige Vlaamse term voor dat je als organisatie, als een soort van organisatie voor algemeen belang werd erkend. En daarmee ook dat ook voor zorgt dat je ook op lange termijn ook support kreeg van de overheid. Dus niet eenmaal subsidie, maar dat je ook op lange termijn dat de overheid erkende van oké, wij vinden jullie belangrijk voor het algemeen belang. Dat was een prachtige term voor. En daarmee ook een wat meer lange termijn strategie aan vast koppelen. Ja. Als wel. Ik denk dat gewoon noodzakelijk is. Absoluut. Ja. 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 Nou, volgens mij kunnen we hier nog een uur over. Ja zeker. Ja. Hey, vraag je het boek. Het delen doe je zo. Je hebt anderhalf jaar lang heel veel initiatiefnemers, maar ook vooral heel veel gebruikers, maar ook mensen daaromheen geïnterviewd. Ja. Uiteindelijk is het wel via een traditionele manier op de markt gekomen. Heb je ook in het proces zelf gedacht van, goh, hoe kunnen we ook in het kader van Packers What You Preach toch kijken of we ook zo'n verhaal op een andere manier kunnen gaan
kunnen gaan delen. Hoe bedoel je dat? Hoe zou je dat, wat zie je voor je? Dat je bijvoorbeeld zegt van, goh, weet je wat, we gaan bijvoorbeeld via crowdfunding een stukje deze mensen meenemen. Of kijken van, goh, we gaan alvast, ik wil de tekst onder Creative Commons vrijgeven. Ja. Om het daarmee ook het delen te bevorderen. Dat soort dingen. Kijk, ik was ook wel verrast door het boek, want ik had er eigenlijk nog niets over gelezen. Dus of ik heb gewoon iets gemist, of het was nog redelijk onder de radar. Dus wat toen we het maakten, bedoel toen je? Maakte, precies. Ja. Dus wat manier hebben jullie ook overwogen om dit verhaal, wat nu uiteindelijk in het boek terecht is gekomen, ook op andere manieren te delen dan alleen via de traditionele manier? Wat ook natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon een prachtig resultaat geworden. Ja, nee, er is een uitgever naar ons toegekomen met de vraag of we dit boek wilden uitgeven. Of we dit boek wilden schrijven. Zij ging het dan uitgeven. En op die manier was het, dat is inderdaad misschien vrij traditioneel. Ik denk dat daar niet zoveel mis mee is. Ik denk van het is een nieuw onderwerp. En ik denk dat we ook, dat je ook heel veel van die aanvullingen kan vinden. Dus goed, het gaat over de deeleconomie en heel erg over delen. Maar waarom zou je dat niet bij een traditionele uitgeverij moeten doen? Waarom meteen via crowdfunding? We hebben dat niet overwogen. We hebben ook een hele goede relatie met de uitgever en met de begeleiding erbij. Waar we wel over nadenken, en dat gaan we nu opzetten, is dat we hopen dat mensen niet alleen het boek kopen, maar het ook echt daadwerkelijk gaan delen. Mm-hmm. Dus natuurlijk is het fijn als je hem helemaal hebt stuk gelezen, dat je hem dan leent aan je buurvrouw en dat we vooral de kennis willen verspreiden. Kijk, we zullen hier helemaal niet rijk van worden, dan moet je geen boek schrijven. Nee. Herkenbaar. daar hebben we het helemaal niet om gedaan. Het is wel om het enthousiasme heel erg te delen en omdat we het ontzettend leuk vonden. Het heeft ons leven ook heel erg verrijkt. Maar we hebben, om terug te komen op jouw vraag, we hebben niet overwogen om het via crowdfunding te doen. Mm-hmm. Of om we hebben de gebruikers er wel heel erg bij betrokken. Ik denk dat de presentatie een heel mooi voorbeeld is. We hebben een deelmarkt georganiseerd hier in Rotterdam in de Phoenix Food Factory. Dat is een grote oude loods op Katendrecht. Waar heel veel jonge ondernemers, ambachtslieden, hun die ruimte delen. Dus er zit een bierbrouwer, er zit ook die heeft een café erbij, er zit een kaasmaakster, er zit een jongen die cider zelf maakt en verkoopt, er zit een bakker. Maar die bakt het dan weer op een traditionele manier. Dus het is een hele mooie plek. En er zit ook een geweldige boekhandel, Bos en de Jong Boekverkopers, waar we de presentatie hebben gedaan. We hebben daar tegelijkertijd toen een deelmarkt georganiseerd met een heleboel gebruikers erbij en heel veel bezoekers die eigenlijk alle gebruikers de hemd van het lijf konden vragen van wat hebben jullie nou gedaan, hoe hebben jullie dat gedaan. Er waren ook deelinitiatieven, deelplatforms die konden uitleggen hè, wat hun platform inhield en wat ze nou precies doen. En ik denk want weet je, meestal die boekpresentaties, die zijn een beetje saai in een kantoortje of die zijn in een boekhandel en dan staan er stoeltjes en dan houdt iemand de toespraak. Mm-hmm. En wij hebben ook wel die toespraak gehad, maar bij ons was het vooral rondlopen, leren van elkaar, ervaringen, het ervaren en ook ervaringen uitdelen. Of ervaringen delen. Ja. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe dat traditionele en dat nieuwe en hoe die deeleconomie en zo, dat allemaal heel goed samen kan gaan. Ja. En laatste vraag, want jij moet er ook zo weer vandoor. Ja. En trouwens ik ook, dus dat scheelt. Je hebt nu net anderhalf jaar gebruik gemaakt van geïnterviewd gedaan. Het boek is er. Je bent natuurlijk ook alle twee journalist. Ja. Is het een project wat nu klaar is? Of prikkelt dat het, kriebelt het nog om nog meer te gaan doen binnen die... We gaan nooit meer delen. Ik heb helemaal niks. Fuck delen, precies, ik heb helemaal genoeg. Leuk idee, maar de anderhalf jaar ben ik klaar mee. Dus nee, absoluut niet. Nee, we gaan... we zijn er gewoon door. Het is een... Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar het is een soort way of life geworden. Het is heel... Om een voorbeeld te geven, onze gasmaaier ging kapot. En dan denk je als eerste, denk je niet meer van, goh, ik koop meteen een nieuwe. Maar dan denk je van, hey, kunnen we eens kijken of we iets samen kunnen doen. Ja. Ik vind het samen doen wel belangrijk, want anders word je een soort profiteur van anderen. Hè? En dat moet je niet hebben. Ja. Maar onze buurman zei al heel snel van, oh joh, gebruik onze gasmaaier. En toen zei hij, maar jullie hebben zo'n hele mooie bladhaar. Kunnen we die van jullie dan lenen? Nou, en dat leg je dan op een plek neer, dat je er heel makkelijk bij elkaar, dat je er heel makkelijk bij kan. En zo zijn er meer van dat soort dingen. En ik merk dat het
Waarbij je eerder heel snel al dacht van, oh, dat ga ik kopen. Denk je nu van, oh, is er misschien niet wat anders? Shipit is ook een mooi voorbeeld. Ik moest een bank ophalen in Schavenzanden. Nou ja, dit is mijn oude bank, dus ik moest die nieuwe bank ophalen in Schavenzanden. En toen dacht ik, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, joh. Dan moet ik een busje huren en wat een gedoe. En kan iemand dat niet voor me doen? En dan probeer je dat via Shipit te regelen. Ja. En je merkt dat dat nu heel snel in ons hoofd zit. En ook een avond geen zin om te koken. Nou ja, dan haalde je misschien vroeger patat of je liet de pizza bezorgen of je haalde India's eten. Maar nu denk je ook van, hey, kan ik met iemand anders mee eten? Ja. Of kan ik dat regelen via thuis afgehaald? Ja. Jullie kopen niks meer en jullie doen niks meer. Nee, precies. We zitten de hele tijd thuis. Nou ja, zo vaak gebruik je niet en ik denk groot ook niet. Ik vind het mooiste voorbeeld misschien wel, ik kom net terug uit Rome. Ik ben vrij vaak in Italië, vind ik een geweldig land. Ik spreek een beetje Italiaans, maar ik wil het graag nog beter leren. Nou, dan kun je de traditionele manier doen door een talencursus te gaan doen met een Italiaans instituut of de Volksuniversiteit. Maar via Connected vond ik iemand, deed ik een oproepje van, ik wil graag Italiaans leren. En ik kan iemand anders bijvoorbeeld Nederlands leren of ik kan iemand beter leren schrijven. Of gewoon een opsomming gemaakt van waarvan ik denk dat daar kan ik iemand anders bij helpen. En toen reageerde er een Italiaanse. En zij leert mij nu Italiaans en ik leer haar Nederlands. En dat werkt perfect. Ja. Dus we gaan vlakbij zitten we in een 's avonds in een café en dan nemen we de lesboeken mee. En dan drie kwartier lang vertelt zij, hebben we gewoon eigenlijk Italiaanse les. Daarna krijgt zij drie kwartier lang schrijfvaardigheid in het Nederlands, want zij spreekt het al behoorlijk goed. Ja. En ik denk dat, ik merk dat dat dus echt anders is. Je denkt niet meteen weer van, oh, ik ga naar de Volksuniversiteit. Maar je denkt van, hey, misschien kan iemand mij helpen en kan ik iemand anders weer verder helpen. En dat soort ontmoetingen, wat zij was ook bij de boekpresentatie. En je merkt gewoon dat je op een hele leuke manier contact met haar hebt. Dat verrijkt echt je leven. Ja. En ik denk dat vanuit de gebruiker gezien is dat... Is dat eigenlijk fantastisch hoe je leven leuker en avontuurlijker wordt. Ja, oké, tof. Nou, even dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard gaan we de video ook delen op YouTube en de audio op SoundCloud. En ik zeg, we houden contact en veel succes met de verdere ontwikkelingen. Ja, hartelijk bedankt. Ja. Hartstikke leuk. Mooi.